Laten we even afspreken, als er een vrouwtje ligt, dan geef ik de mond op mond, ja? Gozer, ben je zwanger of zo? Adem eens even rustig, man. Dit is toch geen vrouw, joh, mafkees. Welkom bij een nieuw avontuur. Vandaag gaat Tony iets bijzonders doen. Hij gaat namelijk de ambulance helpen. En ik wil nog even zeggen, als je nog niet bent geabonneerd, doe dat dan even. En als je de video leuk vindt, vergeet dan ook niet op het duimpje omhoog te klikken. Let's go! Kan ik een pakje medicijnen of zo krijgen? Heeft u voor mij een doktersrecept of dergelijk? Nee, nee, het is voor een vriend. Wacht, wat is zijn naam? Ja, zijn naam, dat is een beetje wat lastig zo om te zeggen, maar okay. Weet je wat, geef anders maar gewoon een pakje morfine of zo en dan is het wel goed. Dat kunnen wij niet zomaar geven zonder de toestemming van een dokter of dergelijke. Oké, joh, ik zal zijn naam wel geven, maar houd het wel privé alsjeblieft, hè. Ja, komt goed. Zijn naam is Karel. Karel, en zijn achternaam? Karel, Karel van de... Karel Bezemstil. Karel Bezemstil heet hij. Karel Bezemstil. Oké, okay, ja, even dat in het systeem intikken. Ik zie inderdaad dat hij vandaag één dosis morfine moest komen ophalen. Ja, helemaal waar. Ik ga het even voor je pakken. Ik ben zo terug. Al helemaal top. Een hele doos. Ja? Hey, succes, meneer. Top, dankjewel. Zijn er nog medische hulp nodig? Hoor je het, hè? Nou ja, ik heb geld nodig. Als je dat hebt, dan kan je me blij maken. Nee, ik kan er niet zo heel van doen. Ik weet niet wat voor baan u heeft momenteel. Nou, laat ik het zo zeggen. Momenteel is mijn baan verdorie helemaal niks, man. Ik heb geen werk, joh. U kunt misschien wel even een dagje meelopen als u dat wil. Nou, yep. Top. Ik zou zeggen, ja. Ik neem het aanbod aan. Die gozer met zijn morfine kan wel even wachten. Ik zet even die klote doos hier neer. Schud maar in. Ja, sorry als ik naar vis stink, jongens. Want ik neem aan dat hij voor vissen bent geweest dan? Ik heb een kibbeling gegeten, joh, mafkees. Wanneer wordt het water ververst in die waterkoeler? Is het dagelijks, wekelijks, maandelijks? Dat wordt om de 2 dagen verfrist. Klinkt niet heel geloofwaardig, maar ik ga mee akkoord. Ik drink er in ieder geval niks van. Hey, laten we even afspreken. Als er een vrouwtje ligt, dan geef ik de mond op mond, ja? Zo, iemand heeft de stroomrekening niet betaald hier. Nee, meneer, inderdaad. Ik moet even wat dingen in de pc gaan zetten. Meneer, we hebben een melding. Oh, potverdorie. Is het een vrouw? Maar als het geen vrouw is, dan hebben we toch helemaal geen haast, joh. Ja, zeker wel. Als het goed is, moet hier echt een melding zijn. Misschien zijn we wel zo lang weg geweest dat hij inmiddels is verrot. Oh, daar hebben we het. Potverdorie. Wouter, je moet hem helpen, jongen. Zijn arm ligt eraf. Wat? Zijn arm ligt eraf, man. In de golf, man. Oh, in de golf. Oh, we hebben hem geramd, man. Hij is over de kop gevlogen, man. Oh, laat maar liggen. Het is geen vrouw, man. Nee, rustig ademhalen. Gewoon opstaan, joh. Niet zaken. Ik ga even een beetje een zuurstofmasker aanbrengen. Dan ga ik even uit te pakken. Hé, hey, kom op, man. Aanstellen. Sta eens op, man. Sta eens op. Adem in. Oké, meneer begint te hyperventileren. Hey, flapdrol, rustig ademhalen, man. Kom op, je bent toch een fan. We moeten direct meenemen naar het ziekenhuis. Dit gaat niet goed zo, heren. Kom op, jongens, met even het spoed handelen. Ik zal hem wel pakken. Moet ik je mond op mond geven? Hij ademt nog harder dan dat ik praat. Gozer, ben je zwanger of zo? Adem eens even rustig, man. Adem uit. Ja. Oké, rustig. Kom op, man. Waar heeft hij rustig ademhalen alsof je een shaggy rookt, man. Hey, dankjewel dat ik mee mag, man. Ik vind dit super interessant om te zien. Maar is hij nou relatief een aansteller of is het serieus? Nee, nee, nee. Het is waarschijnlijk een klaplong. Zal ik ook helpen? Ja, graag. Hoe meer handen, hoe beter. Ik til hem nu uit de golfkar. Ja. Oké. Okay. Hij is uit de golfkar. Dan gaan we met meneer naar het ziekenhuis. Gaat het een beetje? Dit gaat helemaal niet werken zo, man. Jij moet gewoon even rustig nadenken. Beetje ontspannen. Denk aan je favoriete maaltijd. Waar hou je van? Wat voor eten hou je van? Mosselen. Je bent nog smeriger dan ik dacht. Maar prima. Oesters en mossels. Denk daaraan. Denk nou eens aan die mossel. Denk nou aan die mossel of niet? Nee. Wat ben jij? Flapdrol, man. Ik trap je daar die ambulancekar uit. Snel weg bij die mafkees. Nee, je mag kiezen. We kunnen nu of een lichte pijn... Doe maar een spuitje. Wat was eigenlijk het andere idee? Oh, het andere idee is dat ik zonder verdoving u gewoon uw arm erin kom duw. Ja, doe dat gewoon, joh. Nee. Hij zegt ja. Nee, luister eens even klaar, Jochie. Een echte vent. Laat ze arm terugzetten zonder verdoving. Ben jij een echte fan of niet? Ja. Nou dan, hup. Oké. Okay. 3. Oké, op 3 gaat het gebeuren. 1. Zo, ik heb hem zo net teruggeduwd. Rustig. Zo de knetter, wat een jankut, man. Even, van wie is die zwangerschapstest nou weer? Op de werkvloer gebeuren rare dingen, Tony. Ja, laat ik maar zitten. Ik ga hem terug.
Wij krijgen een nieuwe melding binnen. Wij gaan weer verder. We moeten ons hoofd koel houden, hè, meneer? Ja, dat heb je zeker gedaan. Ik had hem nog een tweede klaplong gegeven als ik jou was. U wilde een melding van een vrouw. Ik heb ze net via sms een melding gekregen. Ja, ik ben zeker nog niet klaar met... Nee, ik blijf heel graag. Hallo, is daar iemand? Goeiedag. Wat was dit nou, joh? Ja, we hadden een melding. We komen om te helpen, joh, mafkees. Een vrouw van mij, die ligt in bad en die reageert maar niet en zo. En zit allemaal te bubbelen. Ze reageert niet. Nee, dus ik denk... Heb je wel twee blauwe vinkjes? Twee blauwe vinkjes, waar hebben wij nou weer over? Hey, willen jullie biertje trouwens? Nee. Ja, doe maar. Ik mag niet drinken. Biertje. Nee, hij mag ook niet drinken onder het wijn. Nou, kom op. Hij heeft nog stage. Een klein slokje. Kom op, joh. Ik heb zat. Ja, joh. Klein slokje. Ja, doe maar eentje dan. Maar ik wil graag eerst naar het slachtoffer toe. Die voel ik wel, hoor, dat biertje. Ja, dit zijn goeie, jongen. Ja, waar is die trap dan? Waar is die trap? Oh, hier, joh, mafkees. Oh, hier. What the fuck, ouwe? Dit is toch geen vrouw, joh, mafkees? Dit is al voor 3 jaar mijn vrouw, gek. Als jij even nog een biertje geeft, kan ik mijn werk beter doen. Hé, hey, waar is die andere Pipo dan? Ja, die is even aan het kijken, maar moest nog wat... moest je even wat auto halen of zo, weet ik veel, joh. Als je gewoon even de hel hebt, dan weet ik zeker dat ze even een leuk pleziertje geeft. Ik zie het niet helemaal zitten om dit ding overaan te helpen, als ik eerlijk ben. Even kijken of mevrouw een pols heeft. Ik voel een hele lichte pols. Ik denk dat ik de AED ga aansluiten, jongens. Maar ik ga beneden je tv kijken. Ik ga ook tv kijken. Ik bedoel, leuk vrouwtje, maar het gaat niet echt werken, denk ik. Hey, als je nog wat extra hulp nodig hebt, dan moet je het even zeggen. Ik ga de AED aansluiten. Ik ga reanimatie doen bij mevrouw. Oh, dat meen je niet. Potverdoe. Ja, zeker. Shock advised. We gaan een shock toedienen. Press flashing shock button. Shock. Zo heftig, hoor. 13. Dit gaat niet werken. 14. Gewoon 15, laten liggen die hap. 16. Die gast 17, heeft genoeg biertjes. 18, we kunnen nu of een biertje 19, drinken. Of je 20, gaat verder. Met 21, dit hoopje. 22. Met dit hoopje hopeloosheid. 24. 25. Hallo? Oh nee. Mevrouw, ik heb je zo net weer tot leven gebracht. Nou, het gaat uitstekend lekker. Ik denk dat wij hier snel weer weg moeten gaan. Want ik zag op het hartfilmpje gelukkig geen raarheden of zo. Om raarheden te zien, hoef je niet op het hartfilmpje te kijken, hoor. Ik wil het liefst dit pand zo snel mogelijk verlaten. Dat is kijk wat hier gebeurt, joh. Hé, hey, blijf van me af, joh. Blijf van me af, joh. Ik wil geen ziektes, man. Idioot, mafkees. We kunnen op het ziekenhuis een SOA-test doen, meneer. Staan we hier in die muffende keuken? Zo, wat ruikt er nou allemaal? Hoe komen we uit deze doodskist? Het staat allemaal schoonmaakmiddel. Ik heb soda, alles. Jij hebt geen soda, je hebt SOA. Laten we maar snel gaan. Lust je trouwens een biertje? Ja, je mag niet, ik mag niet drinken achtersturen, meneer. Ja, dan lijkt me geen goed plan. Nou, ik neem daar eentje, hoor. Oh, potverdorie. Deze voel ik wel. Dat biertje van jou. Ja, die voel ik wel, hoor. Heb je nog plek achterin, of is dit een tweepersoons auto? Nou, het is tweepersoons, maar hey, stap uit, joh. Waar? Ik kan op de schoot. Nee, je gaat te raad. Potverdorie, hé. Joh, alsjeblieft, laten we gaan raden. Die vrouw van jou, dat... Gassen, man! Wat doe je nou, mafkees? Gassen voordat we het SOA krijgen. Als jij hiervan hebt genoten, klik dan op een duimpje omhoog. Laat in ieder geval een opdracht voor Tony achter. En als je nog een video wilt kijken, klik dan nu op een van de video's in beeld. Ik zie jullie weer bij de volgende video.